checken of ik niet wat tussen mijn tanden heb. Zoals de 1000 andere vorige keren. Mijn haar is gek. Misschien een beetje lipstick. Oké, let's do this. Hey guys! Vandaag ga ik iets doen wat ik al een hele tijd niet heb gedaan. Namelijk een favoriete van de maand video. En vroeger deed ik dat altijd met make-up. Nu niet meer, want ik ben niet meer zoveel bezig met make-up. Maar ik heb natuurlijk wel een heleboel andere dingen die ik graag aan jullie wil laten zien. Dus daarom vandaag mijn favorites. Van muziek tot spelletjes, van apps tot aan eten. En er zijn er een heleboel. Dus laten we er gelijk in duiken. Ik denk mijn allergrootste favoriet van deze maand is toch wel mijn Nintendo DS. Ik kocht deze ongeveer 2 maanden geleden of zo. En toen kreeg ik deze superleuke skin van Nintendo erbij. Met Pikachu erop. En daar had ik helemaal niet om gevraagd. En het was zo onverwacht en ik was helemaal blij. Vroeger hadden wij thuis een Nintendo DS. Die was van mijn moeder. Daar heb ik echt onwijs veel mee gespeeld. En toen ik hierheen verhuisde, merkte ik gewoon dat ik een soort van spelcomputertje miste. Ik ben niet zo goed met PlayStation en Xbox en allemaal dat soort dingen. Ik kan niet goed omgaan met de controller. Dus met zo'n joystick en met alles. Ik kan wel goed omgaan met een Nintendo controller. Dus ik dacht, ik ga een Nintendo DS kopen. Het is de allernieuwste. En dit is natuurlijk niet mijn enige favoriet. Want dan moet ik jullie ook even laten zien wat ik speel hierop. En ik heb op dit moment 2 favorieten. En dat is aan de ene kant Mario Party Island Tour. En aan de andere kant Pokémon Alpha Sapphire. Dit was het eerste spel dat ik kocht. Ik vond het wel spannend om gelijk weer een hele nieuwe Pokémon te kopen. In plaats van een van de oudere versies. Dit is niet de Pokémon zoals je hem gewend bent op je Game Boy. Het is echt een 3D versie van het Pokémon spel. Super tof. Heel veel nieuwe Pokémon's. I like it a lot. En dan hebben we hier Mario Party Island Tour. Eigenlijk is dit een soort van bordspel. Het lijkt een beetje een Mario versie van Monopoly of Mens Erg Je Niet of iets in die richting op je Nintendo DS. Je kiest een bordspel, je kiest een speler, dan moet je elke keer de dobbelsteen gooien. Dan moet je minigames spelen om punten te verdienen en het is echt super leuk. I like it. Ik ga hier echt heel wat uren aan tijd aan kwijt zijn. Laten we in categorieën werken. Dit was de categorie games. Tweede categorie films. Er is eigenlijk maar één film die ik aan jullie wil aanraden deze maand en dat is de film Room. Het is niet per se een hele leuke film. Het is wel een hele mooie, indrukwekkende, serieuze film waar je zeker van gaat janken. Dat is voor mij altijd een goed teken. Het is een verhaal over een moeder en een zoontje die opgesloten zitten in een kamer. Dat zoontje is daar geboren en denkt dat de kamer de wereld is. Hij kent niks anders dan de kamer waarin ze zitten opgesloten. Echt een super mooi verhaal. Ik snap heel goed waarom Brie Larson, de hoofdactrice, hier een Oscar voor heeft gewonnen. En ik zou hem zeker kijken als ik jou was, want het is echt prachtig. Eén van de beste films die ik ooit heb gezien. Op naar de categorie eten. Je zag hem misschien hier achter in beeld al. Dit is een hele grote zak vol pistachenoten. En deze versie, ik moet zeggen, ik vind ze niet mega lekker van Jan Gotje, want ze zijn echt mega vettig. Echt gewoon net alsof ik ze heb gefrituurd en niet uit heb laten lekken. Maar dit is echt een beetje mijn shit geweest de afgelopen maand. De allerlekkerste pistachenoten die ik heb gevonden waren van de Lidl, die je zelf kon scheppen. Die waren echt... Oh. Voor de mensen die nog nooit een pistachenoot hebben gezien. Dit is een klein pistachenootje. En dan doe je zo. Oeh. En dan eet je hem op. Yes. Ik hield nooit van noten. Nu opeens wel. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik ben er blij om. Ik weet niet zo goed in welke categorie ik dit moet plaatsen, maar Giel's talentenjacht. Misschien weet je er al van, misschien ook niet. Giel Beelen van de radio van 3FM is een talentenjacht gestart voor singer-songwriters op het internet. Dus weg van alle zenders, weg van de sponsors, weg van lange opnamedagen waarbij je auditie moet komen doen en dan vervolgens 5 uur moet zitten wachten voordat je daadwerkelijk mag gaan zingen. Geen voorrondes waar je al weg kan worden gestuurd. Helemaal niks. Het enige wat je hoeft te doen is een filmpje opnemen in je slaapkamer van jou die een eigen liedje speelt, zingt, rapt, wat je dan ook maar wil. Je neemt het op, je uploadt het op de website en dan heb je meegedaan. En er is nu al zoveel goed geüpload. Ik kijk er af en toe een beetje doorheen en het is echt te leuk hoeveel talent er al naar boven komt. Ik ben een soort van, ja, hoe zal ik het noemen? Ambassadeur van Giel's talentenjacht? I don't know. Ik vind het gewoon leuk om hier en daar rond te kijken en Giel te helpen bij dingetjes. Maar voor deze favoriete video leek het me leuk als ik eventjes 3 favorieten van mij van Giel's talentenjacht liet zien hier in de video. Kleine stukjes. Er wordt 3 gekozen. Dit is als eerste een stukje van Jilani Wijsman, Terug naar mij. Super mooi nummer in het Nederlands. Hele diepe, warme stem. Dus hier een heel klein stukje van het liedje. Leeg mij, het is nu voorbij. Dan heb ik ook nog Kira, If It All Falls. Super mooi nummer. Hele mooie heldere stem. Zeker als je de hoogte ingaat. Ik zou zeggen, doe eventjes je ogen dicht en geniet ervan. I feel so alone in this journey to be someone.
En dan tot slot een duo, zij en ik, met het nummer Leer Me Kennen. Ik vond heel leuk geschreven in het Nederlands. Hele grappige dingetjes gevonden met de tekst. Ik hoop alleen dat als jullie nog een keertje iets inzenden, dat ik jullie dan wat beter kan zien. Want het camerabeeld was een beetje wazig. Maar daar moet je nu eventjes niet op letten. Gewoon even luisteren naar dit mooie liedje. Laat mijn ogen eens ontdekken wat ze nog nooit hebben gezien. Ik heb ook nog een iets uitgebreidere playlist gemaakt, maar die zal ik in de beschrijving zetten. Want ik kan niet 1000 filmpjes hier in de video gaan laten zien. En ik zou zeggen, scroll ook eens een keertje door de liedjes bij Giel's Talentenjacht. Want misschien ontdek je wel een leuk nieuw nummer. Of als jij zelf liedjes schrijft en kan zingen, dan zou ik zeggen, upload nog je inzending. Want dat kan tot 10 april. En dan zien we je misschien wel terug op de website. Fashion. In de categorie fashion. 2 paar schoenen. Allereerst deze. Deze heb ik al aangehad. Dit zijn echt mijn ultieme favorieten van de twee. Maar die andere zijn ook super leuk. Ik mag elke maand schoenen uitzoeken bij Sarenza. Dat is echt een overbodige luxe. En verschrikkelijk leuk dat ik dat mag. Daardoor heb ik vrij veel schoenen. Maar ik geef ook heel vaak schoenen aan familieleden en vrienden en zo. Maar dit zijn mijn twee nieuwste die ik bij Sarenza heb besteld. Deze is van het merk Ippon Vintage. Zoals jullie weten, ik hou van de plateauzolen. Het is geen spijkerstof, maar het lijkt er wel heel erg op. Er staan bloemetjes op. Ik vind deze echt mega pretty. En dan zijn deze andere, die heb ik nog niet gedragen. Zoals je ziet, er zit nog zelfs een kaartje aan. Deze zijn van No Box. Wederom de plateauzolen, ook al zijn deze ietsje minder hoog. En wat ik hier leuk aan vind, is dat, ja, I don't know. Kijk, die plateauzolen zijn toch een beetje grof. Een beetje lomp misschien, weet je wel. Ik hou niet van hele kleine, sierlijke schoentjes. Maar omdat deze een beetje glimmend zijn en ze hebben een beetje een, ja, wat meer glamorous stofje. Dus deze zijn net wat fancier. Deze zijn wat meer casual en deze zijn iets fancier. Ik vind ze in ieder geval allebei echt vet leuk. Ook nog in de categorie fashion. Deze zonnebril. Woep. Deze vind ik echt super fancy. Hij is van Boohoo. En ik vind dit, hoe noem je dat? Dat hier zo'n staafje zo boven zit. Dat vind ik altijd vet leuk. En deze is heel leuk staan. Dus ik ben hier heel blij mee. Dan heb ik nog een liedje wat ik jullie heel graag wil laten horen. Zayn Malik zat natuurlijk eerst in One Direction. Is toen solo gegaan. En hij brengt zulke goede muziek uit. Ik heb nooit heel veel met One Direction gehad. Maar wat hij nu aan het maken is, is zo super goed. Ik ben echt groot fan. En dan met name het nummer genaamd It's You. Ik ga een klein stukje laten horen. Oké, jullie moeten het hele liedje maar gaan luisteren. Het is echt zo goed. Oh. Wat mij betreft beste keuze ooit om uit One Direction te stappen. Ik snap dat heel veel 1D-fans het heel jammer vonden. Maar ik denk wel dat hij nu veel meer zijn creatieve vrijheid heeft. En gewoon kan maken wat hij graag wil. In plaats van wat de producers graag willen. En dan was dat mijn allerlaatste favorite. Dit waren mijn favorieten van de maand maart. Ik hoor heel graag van jullie wat jullie favorieten waren van de maand maart. Als jullie nou hele toffe muziekjes hebben gehoord. Of toffe apps. Of toffe films. Of toffe weet ik veel wat. Let me know in de comments. En dan zie ik jullie heel erg graag de volgende keer weer. Ik upload ook op vrijdag en op zondag. Maar mijn uploadschema gaat wel veranderen. Maar dat horen jullie volgende week maandag. Dankjewel. Love you. Hartjes. En ik zie jullie snel weer. Bye. Je moet je voorstellen. Niet waar. Je was serieus? Nee, je maakt een grapje. Nu staat hij aan. Nee, je maakt een grapje. Nee, serieus. Hij staat nu aan. Ja. En daarvoor ook al. Oh ja. Je maakt een grapje toch? Nee, het lampje brandde niet. Grapje. Oh my god, meneer. Dat kan je echt niet doen. Ik ben echt al 20 minuten aan het opnemen of zo. Oh my god, ik schroom me kapot. Gemeenerik. Duimpje omhoog als je dit een leuke prank vond. Prank, you got prank, bro. It's you got prank, bro. It's just a prank. Oh, shoplog gaat helemaal mis. Favorite of the maand gaat helemaal mis. Okay, bye.